Amsterdam Dance Event. We zijn in Amsterdam de hele week met ons feest natuurlijk in de Ziggo Dome, de Mix Marathon, maar ook vanuit Nachtlab, onze locatiestudio waar we de grootste namen uitnodigen en ook opkomende talenten. Nou, opkomende talenten wil ik hem niet noemen. Een grote talent wel, zeker. Armin van Buuren naast mij. Hey. Welkom. Moet ik eigenlijk zeggen... Hey. Hey, je hebt de vlog gezien. Ik heb de vlog gekeken. Die vlog gesproken. Wat ik even sowieso wilde zeggen. Ik vind het zo bijzonder dat jij zelf de hele tijd met die camera rondloopt. Ja. Menig DJ die had gezegd van joh, ik huur iemand in die achter mij aanloopt. Ja, maar we hebben op kantoor best wel lang geëvalueerd van wat willen we eigenlijk. En uiteindelijk bleek gewoon ook uit de reacties van de mensen die online. Die vinden het gewoon veel leuker en veel persoonlijker als ik echt mezelf film. Wat ik meemaak vanuit mijn ogen gezien. Dat maakt het veel persoonlijker. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel cameraploegen achter me aangehad in de loop der jaren. Maar zeker. Ja, weet je, ik vind het heel belangrijk om mensen echt te laten zien hoe het echt is. Dus dat het niet... Ja, geregisseerd is of zo. Dat je gewoon echt, omdat ik dus opsta met die vlog bijvoorbeeld, dan film ik mezelf in de spiegel. Ja dan zie je wel dat het niet gefilmd is door iemand anders. En hoe is het? Ja, ik vind het wel spannend om de vlog te doen. Ik weet niet of dat vroeg, maar dat is de vlog geeft toch iets van jezelf persoonlijk weg, zeg maar. Heel persoonlijk. Maar ik neem aan dat je dan wel momenten kiest van, joh, dit ga ik niet even vloggen. Dus, ja, mijn gezin en mijn privéleven, wat dat betreft, met mijn vrouw en zo, hebben toch besloten om dat wat meer... Maar ja, dat zeg ik nu wel, maar bij mijn kat ook elke keer in de vlog gaan stoppen. Dat is toch ook wel privé. En inmiddels is Pepper, want zo heet hij, is 9 weken oud. En inmiddels heeft hij al een hele following op internet. Top. Dus dat is wel heel gaaf. En dan zeg jij privéleven niet inderdaad. Dus het dagje het pretpark gisteren heb je niet gefilmd. Dat heb ik niet gefilmd. Dat is niet in de vlog. Over het pretpark gesproken. Het is natuurlijk ook herfstvakantie. Ook voor jouw kinderen. Ja. Wat vind je dan fijner? Om hier te zijn de hele week? Of om allebei. Een beetje tussenin. Wat ik altijd lekker vind is morgens vroeg wakker worden met de kids. En dan lekker samen filmpjes kijken. Ontbijten. En ik ga zeker ook wel wat feestjes meepakken hier tijdens de Amsterdam Dance Events. Er zijn heel veel collega's hier. Er zijn heel veel hele leuke mensen hier die ik graag wil zien. Maar het is ook herfstvakantie, wat je zegt. Dus ik ben er niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, helaas. Wat is dan voor jou het belangrijkste in zo'n week ADE? Het belangrijkste is om toch even mijn gezicht te laten zien. Er zijn hier zoveel vrienden, bekende promotors waar ik mee werk. Heel veel mensen uit de scene natuurlijk. En ik vind het wel belangrijk om in ieder geval de mensen even een handje te geven. Hoef ik geen echt afspraken te hebben, want daar heb ik managers voor, bij wijze van spreken. En het zou gek zijn als ik daar bij al die afspraken moet gaan zitten. Maar aan de andere kant is het toch wel fijn als je mensen even een handje kan geven. Dus ik heb gisteren de borrel bij mijn boekingsagent gehad. Ja. De DLP-borrel. Dat was een beetje de kick-off. En er waren zoveel promotors en vrienden en collega-dj's. Ik heb al zeker al 100 mensen een hand gegeven gisteren. Dat was wel heel leuk. Dan is dit een week waar je dus heel erg naar uitkijkt. Ja. Maar er was een show in september, Ultra Mexico. Ja. Daar heb je waarschijnlijk in het begin ook heel erg naar uitgekeken. Ja. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks daar. Een enorm verwoestende aardbeving. Ja, dat was heel heftig, ja. Wat voor gevoel ga je er dan naartoe? Nou ja, heel gemixt. Aan de ene kant, ik ging er eigenlijk vanuit dat het gecanceld zou worden. Okay. Aan de ene kant voelde ik me heel raar dat ik daar was. Dat was 2 weken nadat het gebeurd was. Ja. Aan de andere kant begreep ik ook van heel veel fans dat mensen echt behoefte hadden juist aan een beetje afleiding. Ik had zoiets van, ik wil daar niet stil bij staan. Ik wil dan wel echt mezelf ook actief inzetten. Dus ik ben naar een van die inzamelingsacties gegaan. Het is daar een heel anders georganiseerd dan wij in Nederland. Je hebt daar een overheid waar je helaas niet altijd op kunt vertrouwen. En dat zeg ik heel voorzichtig. Dus als er geld wordt ingezameld door de overheid, komt het niet altijd bij de juiste mensen. Dus wat ik heel mooi vond was om ook zelf te doneren en om op bezoek te gaan bij een van de particuliere initiatieven. Dus dat is geheel door gewoon burgers eigenlijk. Ja, ik heb het opgestart. Gezien in je vlog. Ja, en dat was, daar wilde ik echt aandacht aan besteden. Want ik vind het sowieso in Mexico heel belangrijk voor mij. En er zitten daar heel veel fans. Maar het ontroerde me wel om te zien dat gewoon normale burgers hun baan tijdelijk hebben gelegd om andere burgers die dus door die aardbeving zijn getroffen, om die te helpen. En dan voel je wel dat je als DJ meer doet dan alleen maar plaatjes draaien. Want je bent er dan ook echt om die mensen letterlijk te helpen met sjaal van dozen, bij wijze van spreken. Mooi dat je dat doet ook en daar tijd voor vrijmaakt. Want zoveel tijd heb je niet. Dus je zou het bijna vergeten door alle andere dingen die je dit jaar al gedaan hebt. Maar in mei was natuurlijk jouw grootste mijlpaal tot nu toe. Ja. Die twee solo-shows in de arena. Ja, het zal moeilijk worden om dat ooit nog te overtreffen. Ben je er alweer van... Kijk, we hebben in dit docu hebben we gezien hoe je daar naartoe werkte. Mm-hmm. Maar hoe zijn dan die dagen erna? Dat was een verschrikkelijke comedown. Aan de ene kant zat ik natuurlijk ergens op een roze wolk en genoot ik na van het allergrootste concert en de droom die ik werkelijkheid heb mogen maken. Aan de andere kant
was het ook het einde van vijf Armenoni tours, 13 jaar toeren met al die mensen. En ik heb nu even geen Armenoni shows meer gepland voorlopig. En ja, we hebben natuurlijk heel intensief getoerd met een hele grote groep waanzinnige artiesten, waaronder Mr. Props en Kensington en Bully Songs en ja, noem alles maar op, met alle crew. En dat stopt dan ineens. Ik weet niet of je nog het gevoel kent dat je van de middelbare school afkomt. Ja, je bent toch heel, je groeit toch in de loop der jaren, groei je echt naar elkaar toe. Je maakt vrienden voor het leven. En ineens houdt dat op. En dat was wel even een zwart gat waar ik nog steeds moeite mee heb hoor, want ik mis die mensen echt heel erg. Ja. Maar goed, weet je, Embrace, het album waar ik dan mee getoerd heb, dat is nu klaar. Dat album is in principe nu voor mij oud. Ik draai nog wel muziek ervan, maar ik ben alweer heel erg bezig met nieuwe projecten, nieuwe muziek. En ja, ik vind het ook belangrijk dat mensen zien dat ik niet stilsta, dat ik mezelf probeer te ontwikkelen. Vandaar ook de radiostudio nu, die ik zelf in Amsterdam heb gebouwd. Vandaar ook de vlog. Dus ja, weet je, je kan natuurlijk wel vertrouwen op successen uit het verleden, maar ik denk, ik wil mezelf, ik kies ervoor om mezelf verder te ontwikkelen. En dat ontwikkelen, dat gaat ook buiten Armin van Buuren de naam om, want er schijnt ook een project te zijn die heet Gaia, ja, waar je iets mee te maken hebt. Ja. Ik heb gehoord dat jij nu met dat album heel erg druk bent en dan jouzelf even op een tweede spoor zetten. Nee, ik blijf wel singles releasen als Armin van Buuren en ik heb ook een aantal echte clubknijters weer klaar liggen, dus die kan echt niet wachten om die te releasen. Aan de andere kant, kijk, ik ben natuurlijk een trends jongen. Ik kom uit de trends en ik vind dat is nog steeds muziek die me heel erg aan het hart gaat. En ik wil ook mensen laten horen waar ik vandaan kom. Vandaar ook de naam Gaia, Moeder Aarde. Dat is mijn basis. En we zijn eigenlijk al jaren bezig met ideeën verzamelen voor Gaia. Dat zijn vaak loopjes of melodie-ideetjes. En het idee is om dat album echt anders te benaderen. Dus geen samenwerkingen, geen vocalen of heel sumier. Geen singles in principe. Maar echt gewoon wat meer de diepte in te gaan. Niet zozeer voor het succes meteen, maar meer gewoon puur het gevoel op te zoeken. Waarom ben ik ooit op housemuziek verliefd geworden? Waarom ben ik ooit op dansmuziek verliefd geworden? Dat was vanwege de eerste trendsgeluiden in 1992, 1993. Ja. En naar die tijd wil ik een klein beetje terug met Gaia. Ik weet niet of me dat lukt, maar het is behoorlijk experimenteel. Het is gewaagd en ik denk ook dat ik het ei even moet leggen. Ik bedoel, al die popdingen die ik doe, die vind ik te gek. Maar wat mijn werk juist zo leuk maakt, is dat je de ene keer doe ik hier bij jullie de Slam Mix Marathon. En de andere dag sta je in de arena. En dan weer mag je op Ibiza een 3-uur set doen. En dan vlieg je weer naar Mexico om daar een set te doen. Het leuke aan mijn werk is juist dat het elke dag anders is. En ik denk ook dat de fans een album als Gaia en Trends juist heel erg waarderen als ik online mag geloven. En volgens mij zit dat wel goed. Ja. AMF dan zaterdag. Ja. Dan sta je weer op die plek waar je in mei nog twee solo shows had, de Arena. Ja. Ik kan het mis hebben, maar ik heb jou helemaal niet een oproep zien doen tot stemmen voor de DJ Mac, die dan ook wordt uitgereikt op 100. Dit is de beste. Jawel. Ik heb op socials wel een paar postjes gedaan, maar ik zeg wel niet stem op mij. Ik zeg stem op de DJ's die het meest indruk op jou gemaakt hebben. Okay. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Want ik vind het wel belangrijk dat mensen stemmen. Kijk, die lijst is heel controversieel. Daar kunnen we een heel apart interview over houden, volgens mij. Maar ik ga niet liegen. Ik zou natuurlijk best wel dromen om weer nummer 1 te zijn. Dat is niet dat ik het een andere DJ niet gun. Nee. Maar stiekem is het toch voor elke DJ het hoogst haalbare. En zelfs de DJ's die dat zeggen dat het niet belangrijk voor hun is, denk ik toch van ja, maar het is toch wel alsof je de Oscar wint, vind ik. Ja, dus, dat is het betekent zeker wel wat voor me. En bij deze ook onwijs bedankt aan alle mensen die überhaupt de moeite hebben genomen om te stemmen. Het is toch alweer een moment, vind ik. Aan de andere kant, het is ook goed dat er nu weer een nieuwe generatie opstaat die nu weer met nieuwe dingen bezig is. Nou, dat vind ik dan wel tof, die nieuwe generatie. Wat is dan volgens jou een talent die wij nu even goed in de gaten moeten gaan houden? Zoveel, man. Ik echt, ik weet niet, ik kan hier wel 100 namen op tafel leggen. Willem de Roo, Marlo, noem ze maar op, Rog. Beetje meer progressive talent, maar ook jongens als Matt Faxi al jaren waanzinnige dingen doen. Er is zoveel goede muziek. Ik heb elke week een 2 uur durend radioprogramma te vullen. En elke week heb ik weer 60 platen die ik wil draaien. En ik kan er met moeite 28 in 2 uur kwijt. Ja. En dat is best wel frustrerend, omdat je gewoon weet dat er heel veel van die producers zitten te wachten tot ze in jouw show komen. En ik weet dat dat een best wel grote verantwoordelijkheid is. En soms mis ik dan ook platen, maar er is zoveel goede muziek. En daar kunnen we uren over doorlullen, maar dat gaan we niet doen. Want ik weet ook dat je heel veel ruimte creëert in het programma inderdaad voor nieuwe talenten en ook in laat sturen. Dus dat is tof. Armin, mag je bedanken. Ja, graag gedaan. Voor je tijd. Heel veel succes tijdens het Amsterdam Dance Event. Yes, gaat goed. Veel plezier tijdens AMS zaterdag.
En dit was vanuit Nachtlab Slam met Armin van Buuren. Yes. Nou, top. Leuk. Zullen we nog een fotootje?